De nummer 2, Gerben! Als het lukt, mag je hem naar boven. Kijk maar even. Ja, Gerben Mos, je wordt tweede in de Drenthe 200. Je kon het podium niet eens meer op bij de finish, hè? Nee, ik had echt heel erg koud. Ja, hoe was het onderweg? Want je kunt niet eens stilstaan, zie ik. Je trilt ineens een stuk door. Ja, weet ik. Het ging op zich wel goed. Ik wist gewoon dat we het eerste beste zandstrook moest je gewoon overop zitten. En Ramses en ik zaten gewoon niet met z'n tweeën. En voordat we dat wisten, waren we weg met vier man. Toen was het gewoon met drie. Op een gegeven moment zit je er zo doorheen in die regen zo. En dan heb je zoiets van, zo snel mogelijk doorrijden, hoe willen we terug zijn. Ja, in het laatste uur kregen jullie een flinke sneeuwbui op de kop. Hè? Regen, sneeuw, wat was het allemaal? Ja, van alles wat. Ik had al geen gevoel meer in mijn handen. En toen moesten we dat jampad nog op. Nou, dat was helemaal één drama. En toen reed Bas bij me weg. En toen had ik zoiets van, ik kan gewoon niet harder meer. Het beroemde Janpad. Ja, dat is een jankpad geworden zo ongeveer. Maar kun je het eens beschrijven? Nou, op zich, als je fris bent, is het wel te doen. Maar tot halverwege kun je blijven fietsen. En dan zak je er zo eind in de weg. Dan moet je gewoon lopen. En dan spring je weer op de fiets. En dan gaat het wel. Maar als je er doorheen zit, dan wil het niet meer. En dan, het is ook allemaal water op een gegeven moment. Ja, het is echt een drama, dat stuk. Ja, tot hoever zak je erin? Want ik heb beelden gezien. Ja. Echt niet leuk. Als je een beetje aan de goede kant bleef, aan de rechterkant, dan ging je zeg maar tot de half in de spaken ging je door de modder. Maar ik had ook gewoon één keer, dan zette ik me de benen zo rechts en dan stond ik gewoon zo stil, zo eens zakte ik erin weg. Vorig jaar heb je hem ook gefietst, toen was je debutant, werd je derde. Nu meer dan een uur langzaam, want dat zegt alles, hè? Ja, er zal sowieso het parcours wel wat veranderen ten opzichte vorig jaar. Iets meer singletrack, dus het gaat sneller, het er ook meer uit, minder asfalt. Maar dit was echt niet normaal, hoor. Wel een logische reactie is vorig jaar derde, nu tweede, dus? Ja, nou, ik wou dit jaar heel graag winnen. Maar ja, ik merkte wel dat Bas wel, kun je wel zien, echt een ervaren rot. Ja, ik weet het niet. Ben je wel zo diep gegaan? Ja, op zich, naar diep gaan, op zich valt dat wel mee. Maar het komt gewoon door die temperaturen. Je krijgt het zo koud, dat is echt niet normaal dit. Komt er een derde editie voor jou? Nou, dat weet ik nog niet, maar dat zei ik vorig jaar ook. Tot volgend jaar. Misschien wel.